De 43e editie en ik zie een bijna hele volle zaal. Geweldig, hartstikke leuk. Ik ben Marcella en ik mag een korte inleiding geven en zometeen de gasten introduceren voor de film die jullie gaan kijken, Zomervacht. En Joren Molter die was afgestudeerd met een prachtige film die veel succes had. Hij ging vervolgens een telefilm maken en toen dacht hij, nu wordt het tijd voor mijn debuut. Ik heb twee ideeën. Ik wil iets maken met misschien wel kinderen met huiselijk geweld. Of ik wil misschien iets maken met mensen met een beperking. En toen werd hem het boek Zomervacht van Jaap Robbe onder zijn neus geschoven. Hij las het en hij dacht, hier zit poëzie in. Zoemende wespen. Stoffige, roestige caravans. Een bijzondere, rauwe omgeving waarin twee jongens met elkaar een prachtige zomer voor hun doorbrengen. Maar hij had ook bedacht, ja, mijn debuut, dat mag absoluut geen boekverfilming zijn. Dus hoe ging hij dat nou oplossen? Nou, hij heeft toch maar het boek omarmd en hij heeft er een boekverfilming van gemaakt. En dat hij dat eigenlijk best wel heel erg goed heeft gedaan, dat blijkt wel, want er zijn nu 4 nominaties voor de Gouden Kalf. Production design, costume design en 2 keer de bijrollen. Ze hebben ook al de prijs voor de filmkritiek gekregen. Dus dit belooft een hele succesvolle film te worden. Ze zijn hier, een deel van de crew en Joren zelf. Mag ik een warm applaus voor Joren, Jaap, Jarne en Joël. De microfoon die hangt meteen vast. Dat gaat helemaal goed komen. Welkom. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Joren, ik begin heel even bij jou, want jij hebt besloten om deze film te gaan maken. Jij hebt de regie gevoerd en jij zei, ja, het is wel een beetje lastig, want er zijn 4 uitdagingen. Een film maken met kinderen, dat is altijd pittig. Een film maken met dieren, dat is ook heel erg pittig. Een film maken met mensen die een beperking hebben, dat is ook een beetje pittig. En ja, shots die in 1 keer gemaakt zijn, of lange shots, dat is ook heel erg ingewikkeld. Het is een boekverfilming. Was niet mijn allereerste droom toen ik dacht van, je hebt het wel allemaal gedaan. En vervolgens krijg je een prijs, slotfilm. Kunnen we zeggen dat je eigenlijk wel een beetje een talent bent? Vind ik een hele rare vraag om zelf te beantwoorden. Maar, dat weet ik. Nee, het was wel echt een feest om te maken. Ja, ik heb inderdaad in het begin gezegd dat het heel moeilijk is om een film te maken met mensen met een beperking. Maar dat is helemaal niet waar. In de zin van, wij zijn in Nederland zoveel bezig om de filmindustrie inclusiever en diverser te maken. En ik vind zelf dat mensen met een beperking er altijd eigenlijk een beetje in vergeten worden. En het lijkt me daarom juist zo leuk om juist meer mensen met een beperking in een film te hebben. Dus helemaal als makers een film maken met iemand met een beperking, wordt dat heel vaak door een acteur gespeeld. En dat vind ik heel jammer. Dus ik hoop ook vooral zo met iemand met Joël en spelen nog meer mensen met een beperking in de film. Ja. Om ook te laten zien dat het kan. Ja. Ja, nou, ik denk dat je daar zeker wel in geslaagd bent. Jaap, het is jouw boek. Je hebt hem geschreven, inmiddels 4 jaar geleden ongeveer verschenen, als ik het goed heb. Ja. Nou, in no time had je eigenlijk de rechten al verkocht. Aan iemand die helemaal geen boek wilde verfilmen. Ja. Ja, goed gedaan, hè? Ja, precies. Maar je hebt niet het scenario geschreven. Nee. Hoe is het om jouw eigen kindje, om het maar zo te zeggen, los te laten en helemaal in handen te geven van ja, een scriptschrijver en een regisseur? Een boek is ongeveer zo dik en een scenario is zo dik, dus daar wordt zoveel uit geschrapt. En dan moet je wel iemand hebben die je vertrouwt in het schrappen. En dat had ik bij Britt eigenlijk meteen wel. Ja. Bij het eerste gesprek merkte ik al de details die ze aanhaalde. Dat waren precies de juiste dingen. En het is ook als je in een boek een landschap beschrijft, nou, dan doe je daar soms 3 bladzijden over. Dat is in een film in een halve tel getoond. En iets wat ik in 1 zin schrijf, dat moet in een film, doe je daar 10 minuten over. Dus dat die harmonica eigenlijk, die uitgetrokken wordt en ingeduwd, die was bij Britt in hele goede handen. Maar het is een kindje, zo voelt een boek voor mij niet echt. Maar het voelt wel een beetje alsof ik een soort van kleinkind heb gekregen, zeg maar. Ja, okay. Met de film. Ja, dus wel de lusten, niet de lasten. Oh, en het is wel, het voelt en verwant aan mij, maar het is wel van iemand anders. Ja, nou, dat is wel mooi omschreven. Je speelt een prachtige rol, Bri, om het maar zo te zeggen, Jarne. Ja. Het was niet jouw eerste rol, maar het was wel je eerste hoofdrol. Ja, dat klopt. Ik heb al vooral cartoons gedaan, maar ook al een paar kleine hoofdrollen gehad. Ik heb ook al een reeks meegespeeld, maar dat was altijd een bijrolletje. Dus het was wel leuk om zoiets groter te doen. En
Gelijk als een speciale film eigenlijk. Dus. Ja. Hoe heb je je voorbereid op de rol? Ja, voor mij geldt eigenlijk heel natuurlijk. Als ik actie hoor, dan ben ik niet meer jaren. Dan is dat gelijk mijn karakter. Dus ik heb niet heel veel voor moeten bereiden voor mezelf. Maar we hebben wel een aantal maanden van tevoren al met Joël en Joris samen gezeten. Dat we op elkaar een beetje afgestemd zijn. En dan gaat het ook heel vlot op de opname zelf. Mag ik daar iets over zeggen? Natuurlijk. Ja, dat is wel grappig, want Jarne kan ook heel druk zijn. Hij is heel energiek. En hij heeft dus een soort Rubik's Cube puzzeltje. Dat is een soort 3D-puzzel, dat speelt hij de hele tijd. En af en toe was ik dan aan het regisseren en vertelde ik wat hij moest doen. En zat hij alleen maar dat te doen. En toen dacht ik, luistert hij wel? Maar toen ging de camera lopen en hoor je 3, 2, 1, actie. En hij zet hem aan de kant en komt het shot in met zo'n hyperfocus. Dat heb ik echt nog nooit bij een acteur gezien die dat heel goed zo goed kon. En ik hoop dat jullie dat gaan zien. Ja. Ik hou niet veel van, ja. En dat? En dat is ook de grote kracht van jou. Ja, zeker. Kijk eens aan. Nou, de microfoon mag bij jou blijven, Joël, want jij speelt ook een prachtige rol in de film. Maar jij speelt ook theater en jij geeft lezingen. Oh. Wat vind je nou het leukst? Spelen in een film of de andere dingen die je doet? Dit. Het spelen in een film. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt geweldig. Okay. Wat vond je de leukste scène? Ik denk dat ik hem stiekem wel kan gokken, maar ik wil het graag voor jou horen of ik gelijk heb in mijn hoofd. Ik denk dat Lucien en Brian in de auto zitten. Echt? Vind je dat het leukste? ik ben namelijk op mijn vingers getikt dat ik jou zo aan het afmatten was in die scène. Ik kan Joël niet zo lang in die auto zetten. Dat vind ik wel een leukste scène. Oh, geweldig. Het had nog wel langer kunnen duren als je... Ja. Kijk uit wat je zegt, hè. Volgende keer laat ik je zitten. Ja. Nou ja, Omdat alles erin verteld wordt. En in de blok. En alles in prof was. Dus we hadden echt lol. Ja. Zeker, tuurlijk. Ja, misschien een spoiler, maar op een gegeven moment moest Joël dus ook kwijlen in het shot. Je moeder vertelde dat als je een zuurtje nam en dat je verstopt, dat het maar bleef komen. Dus, en we draaien dan op een weg en het is afgezet. Dus het moet dan, oké, we draaien hem nog een keertje. En ik weet nog dat jij de hele tijd al die snoepjes in de mond van Joël aan het drukken was. En jij maar kauwen en proberen te kwijlen. Je werd er misselijk van. Ja. Daar kan ik wel iets mee voorstellen. Maar goed, ik had eigenlijk een andere scène in mijn hoofd. Ik dacht misschien op de quad. Ik ga dan ook niet. Ik ga verder niks zeggen hoor. Ik ga niet spoileren. Nou, en om je van het bijzondere van die scène was. Het is natuurlijk heel cool. Maar ik heb in het echt. Maar ik heb in het echt. Ook meegemaakt. Dat ik naar een opvang moest. En dat gevoel. Van onderweg daar naartoe zijn. Had ik daar ook heel erg. Dus dat was het eerste moment. Dat ik echt meeleefde met Lucien. Oké, dus je kreeg zelf de emotie, kreeg je er zelf ook bij hoe Lucien zich zou moeten hebben gevoeld. Ja. 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 Ja, dan ga ik gauw nog heel even terug naar Jaap. Ik kijk ook heel even naar mijn collega hoeveel tijd ik nog heb. Ik kan nog één vraag stellen. Nou, ik ga nog even naar Jaap.
Je boek wordt door bibliotheken en scholen heel erg gepromoot. En ook heel erg aangezet voor de leeslijst. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Die kunnen naar de film kijken. Die kunnen ook naar de film. Nee, ja. Die moeten hem lezen. Oh. En dan gaan ze op examen. En daarna gaan ze de film kijken, Jaap. Heb jij je boek ook geschreven voor deze doelgroep? Of is het eigenlijk een toeval geworden dat dit zo uitpakt? Nee, dat heb ik niet met opzet zo geschreven. Ik denk dat je als middelbare scholier ook niet per se houdt van wat per se voor je geschreven is, zeg maar. En dat kun je ook niet echt voor schrijven. Dus ik merk wel dat het zijn jonge personages en dat resoneert meer bij jonge mensen. Maar mijn laatste boek gaat over een bejaarde vrouw en dat wordt ook op de leeslijst gelezen. Dus het is misschien meer dat ik vrij toegankelijk schrijf dan de inhoud. Ja. Nou, dat toegankelijk geschreven. Is het een toegankelijke film? Dat laat ik helemaal aan jullie over. Het is een film die niet altijd even. Het is een film over liefde. Het is een film over hoop. Het is een film over moed. En het is een film waarin twee jongens laten zien, een heleboel dingen laten zien waar wij met z'n allen misschien nog een heleboel van zouden kunnen leren. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Ik wil jullie heel erg veel plezier wensen met deze vertoning. En ik hoop uiteraard dat jullie de Gouden Kalf binnenslepen. En dat de film, als die helemaal in de release gaat, dat die dan een fantastisch succes is. Dankjewel en jullie veel plezier. Fijne film.